Mijn naam is Tjur Stokkers en ik heb gedurende dat ik op het gastenpleis heb gezeten, heb ik een aantal maanden stage gelopen op Malta voor mijn mbo-opleiding voor bedrijfsadministrateur. En heb het heel erg naar mijn zin gehad. Nou, ik wilde met name stage lopen in het buitenland omdat ik mijn taal wilde verbeteren, mijn Engels. En in Malta kon dat goed omdat ze hebben daar allemaal spreekt uit de tweede taal Engels. En ik was ook gewoon benieuwd hoe andere culturen waren. Ik wilde een land leren kennen, andere buitenlandse studenten leren kennen. En dat waren mijn drijfveer om naar Malta te gaan. Ik zag eigenlijk niet ergens tegenop vanuit vertrok. Ik was natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig naar gewoon de taal. Kan ik dat allemaal wel aan? Want dat was mijn drijfveer om naar naartoe te gaan. Maar het was ook persoonlijk de periode waar ik daar was. Ik was daar 3 maanden. Dat was te overzien, dus dat was allemaal goed te doen. Dat gaf me wel een goed gevoel. Nou, wat erg meer viel was het contact met mensen maken. Je komt daar in Malta, in mijn situatie, aan in een groot studentencomplex waar je dan toch gewoon gezamenlijk woont. En dan is het contact al gewoon gemaakt. En het is ook zo dat toen ik begon met mijn stage, kreeg ik de eerste week een taalles vanuit de taalschool daar. Dus dan zit je ook met klassen al en dan leer je ook gewoon je klasgenoten kennen. Wat ook leuk is voor het uitgaan allemaal. Dat contact was snel gemaakt. Dat viel me echt reuze mee. Ja, ik had begrepen toen ik daar was. Allereerst vanuit het Graafse College zelf. Mijn Nederlands docent toevallig, die dan verantwoordelijk was voor de buitenlandstages die met mijn begeleider voor Malta. En hadden we gewoon via de mail hadden we contact en natuurlijk ook telefoonnummers uitgewisseld. Dus zo hielden we elkaar op de hoogte. En ook vanuit daaruit in Malta was het zo dat er was ook een meneer van de buitenlandstages die daar hield ik contact mee. Dus daar kon ik altijd terecht voor vragen en over hoe het ging op de stage. Ja, naast het stage lopen en de mensen leren kennen ook super leuk vond, was natuurlijk het land leren kennen. Want het is natuurlijk anders dan in Nederland. Je laat daar de bezienswaardigheden zien, de mooiste plekjes. Dat is wel echt ook een toegevoegde waarde van de buitenlandstage. Nou, het grootste wat ik heb meegenomen is dat ik toch verbeterd ben in mijn talen. Met name het Engels dan. Waar ik heel erg blij mee ben, want het is toch de wereldtaal, communicatie. En ook voor mijn vervolgopleiding ben ik 2 keer in het buitenland geweest. En dat heeft mij toch de drempel doen verlagen om naar nog een ander land te gaan. Die ervaring heb ik echt hier opgedaan door mijn eerste buitenlandstage hier. Ik weet nog wel toen ik op de heenreis was van naar Malta toe in een vliegtuig, kwam ik al gelijk in contact met een echtpaar uit Malta. En daar kwam ik mee in contact en vertelde ik van wat ik ging doen. En toen hebben mij dan aangeboden om als mijn ouders kwamen een soort van rondleiding te geven op het eiland. Dat was echt super gaaf in zijn jeep. En toen zijn we een hele dag eigenlijk gewoon met die jeep door het eiland zijn we ingereden. En toen heeft hij ook de mooiste plekjes laten zien. Dat was echt een hele toffe ervaring, leuke bijkomstigheid. Ja, ik zou zeker mensen aanraden om dat een buitenlandstage te doen. Het is echt voor zelfontplooiing is het echt toegevoegde waarde. Want je leert gewoon zoveel meer dan misschien toch een Nederlandse stage. Op het gebied van taal, op het gebied van mensenkennis, andere studenten. Je leert nieuwe vrienden maken. Het is echt een hele grote zelfverrijking. Dus ik kan het zeker aanraden om dat te doen. Ik heb wel 2 tips van mensen wat je kunt doen voor als je op buitenlandstage gaat. Mijn allereerste tip is toch om zelf eerst goed te oriënteren van of je het wil en kijken naar de mogelijkheden. Dus daarbij stap naar een docent toe of een coördinator van de opleiding en navraag even naar de mogelijkheden. En voor de tweede tip, toch niet onbelangrijk, probeer toch iets te sparen. Dat je toch een klein buffertje hebt als je daar bent, dat je toch leuke dingen kunt doen, dat jij meer kunt. Met die bepaalde reis, met die bepaalde
trip met studenten. Dat is echt wel mijn tips die ik wil meegeven. Ja, ga het gewoon doen. Probeer toch je angsten, twijfels naast je neer te zetten. Want het levert je zoveel voordelen op. Die zijn toch wel heel waardevol. Voor ook in je latere leven.